en ons moe, die waren deze week 25 jaar getrouwd. En dus gaan we vandaag een keer die mensen een lievelingseten klaarmaken. En dat is vispaté. Nou, als vispaté, dat is een heerlijk, eenvoudig te bereiden gerechtje nog uit een tijd van ons grootmoeder. En wat hebben we daarvoor nodig? Niet veel. Gewoon 4 eieren, zalm, mayonaise en grijze garnalen. En waarmee gaan we beginnen? Met onze 4 eieren hard te gaan koken. Nu, normaal gezien kunnen we dat natuurlijk gewoon in een pot op het water gaan doen. Maar het is zaterdag, dus we gaan vandaag een keer werken met een show-elementje. En we gaan onze eieren koken in de eierkoker van Bestrom. Een eierkoker, ja, dat is zo'n geschenk dat je krijgt voor je plechtige communie en dat dan jaren in de kast blijft liggen, maar dat je vroeg of laat dan toch een keer kunt gaan gebruiken. Dus we gaan die eieren koken in die eierkoker. We hebben daar al water in gedaan en nu gaan we dus die eieren daarin steken. Eieren kan geweldig stinken. Doet mij eigenlijk een beetje denken aan die mop over die boer en die boerin die samen een keer op vakantie gingen. Dus die boer en die boerin, die liggen daar aan dat zwembad en opeens laat die boer daar een ferme scheet. En die boerin die kijkt en die zegt, we hadden toch afgesproken dat we niet over het werk gingen spreken? Snapt hem? Nee, zwart. Goed, we gaan dus gewoon die eieren hier in een eierkoker steken. En dan het deksel erop natuurlijk. En uw eierkoker aanleggen. En dan gewoon wachten totdat uw eieren hard gekookt zijn. Terwijl we onze eieren aan het koken zijn, heb ik al de zalm uitgehaald. Nu, normaal gezien werk ik liever met verse zalm en ga ik dat liever zelf gaan vissen. Maar de streek wordt hier nogal geteisterd door grenscriminaliteit. Dus ze hebben vorige week mijn vislijn gestolen. Dus moet ik roeien met de riemen die ik heb. En ik heb hier wilde roze zalm van de koolruit genomen. En terwijl dat de eieren aan het koken zijn, gaan we dat hier al een beetje pletten. Dus je moet dat goed pletten. Die zalm, dat dat helemaal zacht is. Je ziet dat ik dat al dikwijls gedaan heb. Daar zit daar echt handeling in. Dat dat echt gaan pletten, dat dat allemaal kleine brokjes worden. Want nu zijn er natuurlijk nog te grote brokken. Want we geven eten aan mensen, hè, en niet aan beesten. Ondertussen zijn onze eieren hard gekookt en ook al afgekoeld, want dat is heel belangrijk. En ze liggen hier dus al in een blote te wachten om samen geplet te worden met onze zalm. Nu, we gaan die eieren natuurlijk eerst grof snijden, want dat gaat dan makkelijker om te pletten. Voilà, zie. Dat is eigenlijk één droog dat je dat snijdt, dat gewoon een beetje grof gedaan is. Voilà, zie. En zoals je ziet, nemen we dus maar 3 van de 4 eieren. Want dat 4e ei, dat gaan we houden voor onze afwerking. Voilà, zie. En nu gaan we dus eerst de eieren apart gaan pletten. Voilà. Ik denk dat dat voldoende zal zijn. En dan gaan we dus nu onze zalm samen met die eieren gaan mengen. Gaan we dat dus samen gaan pletten. En dat ziet er echt al super lekker uit, de mannetjes. Voilà, zie, de eieren en de zalm die zijn nu voldoende geplet, samen gemengd. Maar zoals je ziet is al een beetje een te droge boel. Dus gaan we daar mayonaise bij doen. Nu, ik denk dat elke gezonde man
zijn mayonaise liefst van al zelf klopt. Maar het is al redelijk laat en ik ken onze va, de Deek, die wil eten om 12 uur. Dus voor het gemak heb ik hier mayonaise uit een pot genomen. Nu, dat is eender van welk merk dat dat is. Ik zou zeggen, probeer in de mate van het mogelijke een beetje te kijken voor light mayonaise. Want we denken natuurlijk ook aan de cholesterol. Hè. We gaan beginnen met 3 eetlepels mayonaise daarbij te doen. Dat mogen grote lepels zijn. Dat is 1. Allee, dat is 2. En 3. En nu gaan we dat dus samen gaan mengen. En je gaat zien, dat gaat direct al heel wat smeuiger worden. Dus dat is al veel beter, want anders is uw vispaté eigenlijk veel te droog. Lassie, we hebben daar dus nu mayonaise bij gedaan. Maar vispaté is natuurlijk geen vispaté als je daar geen garnalen bij doet. Zijn hier grijze garnalen van de Lidl in Komen. Nu, dat mag ook van de Lidl in Antwerpen, om in Sint-Niklaas zijn. Dat is eender. Dus we gaan die garnalen nu gewoon gaan spreiden over die schotel. En dan opnieuw terug gaan mengen, hè, mannetjes. Ziet er echt al super lekker uit, hè. Goh, vroeger als kind, ik kon daar echt hele borden van eten. Zo gewoon, zo hé, met uw ene arm zo onder de tafel en dan gewoon zonder mes gewoon happen, hè. Echt waar. Zalig. Goed mengen. Dat die garnalen goed verspreid zijn over uw vispaté. Zoals je kunt zien is onze vispaté nu eigenlijk al bijna zo goed als klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen, dat is eigenlijk wat kijken voor de afwerking. Nu, ik heb het al gezegd, dat is een simpel, heerlijk gerechtje. Dus er komt daar niet al te veel poespas bij kijken. Het enige dat we gaan doen, dat is dat resterend ei. Gaan we dus eigenlijk nu in 4 stukken, of in 6, is eender, gaan snijden. Voilà, zie. En dan eigenlijk gewoon schoon gaan verdelen over die schotel. Dat dat een beetje mooi gepresenteerd is. Hè. Voilà, zie. En eigenlijk, dat mocht je ook doen met de rest van die garnalen. Dat is eigenlijk gewoon gaan verspreiden over die schotel. Dat dat wel schoon gepresenteerd wordt, hè. Nu, met wat kun je dat nu gaan combineren? Wel, naar de winter toe zou ik zeggen, kun je dat gerust met een patatje steken. Maar nu, het wordt zomer, het wordt iets warmer, beter weer. Dus ga naar een beenhouwer, haal wat van die verse charcuterie en eet dat bijvoorbeeld met een lekker schalkennesp. Dat is echt heerlijk. Blessie, onze vispaté is klaar. Ik heb het al gezegd, dat is echt een super lekker gerechtje. Ik had al als kind enorm graag, spijtig is dat ik het maar 1 keer heb kunnen eten, want dan hebben ze ontdekt dat ik allergisch ben aan vis. Goed, mocht je niet alles kunnen volgen hebben, geen paniek, ga naar 1.be en daar kun je nog een keer stap per stap lezen hoe dat je je vispaté moet klaarmaken. Graag tot morgen, want dan gaan we weer een andere Vlaamse klassieker maken en dat is paardenkoeientong. Salukes.